Ik ben helemaal happy, want Orlando is hier. En... Het is maandag en het is tweede paasdag. En ik heb me bedacht dat ik mijn haar weer eens echt goed ga stylen. Dat heb ik echt al zo verschrikkelijk lang niet meer gedaan. Wel gedoucht en me aangekleed. Ik heb deze trui weer aan van Warehouse. En die heel erg flared spijkerbroek. Die is van Mango, geloof ik. Ja. Staaltang is bijna warm. Zeg, het is echt lang geleden. Dat ik het echt goed gesteld heb. Ik doe wel eens een plukje of... Maar dat ik het echt helemaal stijl heb gemaakt. Dat is best wel lang terug. Maar... Dus ik ben benieuwd of ik het dan weer leuk vind. Ik vind het dan vaak wel heel mooi worden. En zeker nu met die half permanent erin en niet naar de kapper kunnen. Maar het ziet er niet uit, joh. Echt... vind het verschrikkelijk. Nou moet ik zeggen, mijn haar... Stelt wel echt heel makkelijk, omdat het van zichzelf al stijl is. Dus veel moeite ervoor doen hoef ik niet. Want je hebt mensen die echt heel voorzichtig plukje voor plukje. Nou, ik haal me door. Het is stijl. Krullen is echt voor mij precies andersom. Dat is echt drama en lastig. Maar dit is zo makkelijk om te doen. En ik heb een warmteplaatje nu in mijn kamer hier. Kijk. Het wordt echt heel snel stijl. En dit is de andere kant. Het is echt heel pluizig en zo. Ik vind het wel weer mooi worden. Het wordt wel beter. Dus ik ga dit even afmaken. En we doen zo een paaslunch met z'n tweeën. Marco die is werken. En dan gaan we nog even paasbrood eten. Nou, het is... Heel stijl. Ik heb ook gelijk even een klein beetje make-up op mijn gezicht gedaan. En nu weet ik weer waarom ik het vaak niet doe. Ik krijg allemaal van die pluishaartjes hier. En als ik volume heb in mijn haar op de een of andere manier valt het niet zo op. Het is gewoon nieuwe haargroei. Het is niks raars. Maar ik vind het niet echt heel mooi. Maar verder vind ik mijn stijle haar vandaag wel leuk. Dus toch wel blij dat ik het gedaan heb. En nu even de laatste dingetjes in de slaapkamer opruimen. En mijn broertje komt zo... Die komt even helpen de gordijntjes ophangen in de keuken. Dus dan ben ik weer blij. Want ik wil echt zo graag die gordijnen nu daar hebben hangen. Dus ik ruim het even snel op. En dan ga ik even ruimte maken in de keuken. Ik ben helemaal happy. Want Orlando is hier. En... Oh, het valt een hele witte vlag weg. Ik ga dichterbij. Een beetje tegenlicht. Ik heb gordijntjes. Ja, dat werkt. Houdt u een lampje boven de camera. Ik ben zo blij dat ik gordijntjes heb. En ze zijn nu dicht. Oh. En als ik ze half open doe, dan... Oh, een klein keertje. Kan je er dus wel door naar buiten kijken. Echt helemaal top. We maken best wel een sprong, denk ik. We hebben wat administratieve handelingen gedaan en alles. En dat heeft best wel veel tijd gekost. Dus het is ondertussen al best wel laat. En ik moet nog editen. En ik heb echt geen zin om te editen. Het is heel stom, want ik heb er nooit zin in. En als ik het dan aan het doen ben, vind ik het eigenlijk altijd wel leuk. Alleen het aanzetten, dat is dan op een of andere manier een drempel, dat ik dat dan gewoon niet wil. En als ik dan eenmaal bezig ben, dan vind ik het gewoon leuk. En dan wil ik het eigenlijk bijna altijd wel afmaken ook. Maar ik weet niet, ik heb vandaag gewoon best wel veel gerommeld en huis, best wel veel dingen gedaan. Dus mijn drive is er een beetje uit. En ik heb ook echt zo'n raar ritme. Ik ga best wel laat naar bed. Ik sta laat op. In ieder geval, ik sta niet... Ja, ik kom er laat uit. Ik ben wel betijds wakker. Want dan is Sarah wel al wakker. En die gaat gewoon rustig ontbijten. En dan hoor ik er. Maar dan ben ik wel in bed. Omdat ik gewoon te lui ben om eruit te gaan. En dan... en we praten ook gewoon. En ik weet alles wat ze doet. Maar ik lig gewoon onder mijn dekje. En... Ja. Ik ben gewoon heel mijn ritme kwijt, zeg maar. Met dit alles. Dus...
Ik mis echt gewoon weer dingen echt kunnen doen. Ik mis het echt. En dan lees je in de media ook gewoon nu dingen. Dat er misschien wel plannen zijn om een jaar tot 2 jaar op zo'n manier te leven. En dat, nee, daar word ik niet echt heel blij van. Dus ja, en je kan de tv niet aanzetten zonder dat het erover gaat. Lang leven Netflix. Dan heb je dat in ieder geval niet. Dus, nou, ik ga even wat te eten maken. Want ik heb ondertussen best wel honger. Maar ik weet alleen echt gewoon niet wat. Waar ik trek in heb. Echt, nee, ik moet even wat nieuwe avondsnacks verzinnen. Maar dan wil ik dingen die niet te vet zijn. Dingen met kaas vallen voor mij sowieso af, want ik lust echt kaas. En ja, fruit eet ik sowieso gedurende de dag al heel veel. Maar ik wil gewoon niet te veel snoepen, niet te veel vet, niet te veel zout en niet te veel calorieën. Nou, dan blijft er ook niet te veel over, zeg maar. Dus om het makkelijk en handig te houden. Dus ik ga even zoeken. Ik ga wel gelijk even kijken. En dan ga ik daarna toch even editen. Oh, en ik ben zo verschrikkelijk blij met mijn gordijntjes. Want echt, het is nu gewoon echt... Tadaa, dicht, weet je. Ik vind het echt... Ja, het is meer een kokonnetje. Ik voel me gewoon niet zo bespied of zo. En we hebben vroeger echt altijd wel gordijnen gehangen. Maar die zijn al jaren weg. En het kwam er nooit van. Ik vind mijn stijle haar trouwens best wel leuk. Zelfs Marco uit zijn werk zag gelijk dat mijn haar anders had. Dus ja. Ik heb lekker rustig rondjes en kroket uit de airfryer. Ik heb trouwens echt vandaag al alle paasspullen eruit gegooid. Daar had ik echt behoefte aan. Paasstokken stonden zo in de weg dit jaar. Dus nu weer ruimte hier en al die prulletjes eruit. En ja, ben ik echt heel blij om. En de gordijntjes, dus het lijkt gelijk weer een soort van nieuw huis. En ik heb mijn orchidee uit de keuken heb ik op deze tafel gezet. Want ik vind hem zo wel heel leuk staan. En het speelgoed van Sarah uit die hoek, dat gaat ook binnenkort naar boven. Dan krijgen ze daar een speelplek. Dus dat vind ik ook helemaal top. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik ga nu wel lekker naar mijn bedje. En ja, weer een rare vlog. Maar ik weet, rare dagen, rare vlogs. Laten we het daar maar op houden. Ik wil je wel bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op abonneren. Vind ik superleuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!